Paarden gaan de voorlaatste bocht in. Anderhalf, twee lengte voorsprong voor Iris de Liton. Die maakt er weer een tempoloop van. Hindi Heikant probeert dat te volgen. Davy Magie komt iets dichterbij. Dan Calisco, dan aan de buitenkant in Touchable. Koers op maat aan de binnenkant voor Icarus Love. En laatste is Napster. Laatste keer in de rechte lijn overzijde. En Hiltje gaat er eens even goed voor zitten nu. Met Iris de Liton. Iris de Liton, anderhalf, twee lengte voorsprong. Davy Magie komt ietsje dichterbij. Hindi Heikant loopt het gaatje ook half dicht. En zo gaan we weg naar de laatste bocht. Zelfde leider. Iris de Liton. Iris de Liton. Hindi Heikant vlak daarachter nu. Davy Magique ligt derde. Calisco vierde. En Intouchable vijfde. En zo gaan ze de laatste bocht in. Davy Magique komt ietsje dichterbij. Maar de koploper gaat nog altijd sterk. En we zijn inmiddels halverwege de laatste bocht. Het is Iris de Liton die leidt. Hindi Heikant ligt weer tweede aan de binnenkant. Davy Magique derde. Binnendoor komt naar voren Icarus Love. En zo gaan ze de laatste bocht door. Komen ze de laatste rechte lijn in. En het is nog altijd Iris de Liton die leidt. Hindi Heikant gaat de ruimte nu op zoek aan de buitenkant en gaat de aanval openen. Het is aan de binnenkant Iris de Liton. Hindi Heikant gaat het op speed proberen. Iris de Liton. Hindi Heikant komt ietsje dichterbij. Iris de Liton. Hindi Heikant. En Iris de Liton gaat hem winnen. Voor Hindi Heikant. En op de derde plaats heel mooi. Icarus Love komt binnendoor. Wordt derde. Vierde plek is voor Davy Magique. Dankjewel. Ja, het ging super. In feite, van start af kon ik mooi meerijden. Ik lig tweede paard. Samantha neemt over. Ik kan doorrijden naar de kop. En ja, toen ging je zo ontzettend sterk. Dus helemaal super. Top. Alle paarden daarvan Indigo achter de auto. En de start is gevallen. Indigo springt. En de deelnemer die daarachter ligt heeft daar weinig plezier van. Napster. Had bijna wel een valse start mogen zijn, maar was het niet. En zo gaan de paarden de eerste bocht dan in. En de leiding wordt daar makkelijk genomen door de vijf en dat is Calisco. Calisco, Hindi Heikant is goed weg. Daarachter ligt Iris de Liton en daarachter aan de relingzijde dan het nummer 2 van Icarus Love. Daarachter volgt dan, en die zien we net niet in beeld, de nummer 4 Davy Magique. Nu is hij wel in beeld en die wordt gevolgd door Intouchable. Paarden in de rechte lijn overzijde en de dames die gaan het vooraan even uitvechten. Julia Knoch neemt haar paard nu terug. De een is uitgeschakeld, zien we op het dak staan en de leiding wordt overgenomen door Hindi Heikant. Hindi Heikant, Calisco, aan de buitenkant Iris de Liton en die gaat nu aanvallen, want die ligt nu in het spoor naast de leider. Ook dat vindt Hiltje Charles maar niet zo prettig. Maar Hindi Heikant wil voorlopig de kop nog even niet kwijt. Buitenkant gaat hij toch harder. Iris de Liton die neemt nu over. En Iris de Liton is de nieuwe leider. Hiltje Charlesma verpakt de lijnen nog een keer. En wil misschien wel wat tempo uit de koers gaan halen zometeen. Tweede plek daarachter is voor Hindi Heikant. Dan Calisco. Eerste paard aan de buitenkant is Davy Magique. Daarachter aan de relingzijde ligt Icarus Love. Daarachter volgt aan de buitenkant Intouchable. En laatst aan de relingzijde de deelnemer die aan de start wat opgehouden werd. Napster. Zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Behoorlijk tempo, maar het wordt wel ietsje naar beneden gehaald door de koploopster. En dat is Hiltje Charlesma met Iris de Liton. Iris de Liton, Hindi Heikant. Paard aan de buitenkant, die derde gaat liggen zometeen. Dat het nu doet, is Davy Magique. Daarachter ligt Calisco. Daarachter Intouchable, die hem heel mooi krijgt. Napster gaat ook naar het tweede spoor. Aan de relingzijde ligt Icarus Love. Paarden gaan de voorlaatste bocht in. Anderhalf, twee lengte voorsprong voor Iris de Liton. Die maakt er weer een tempoloop van. Hindi Heikant probeert dat te volgen. Davy Magique komt iets dichterbij. Dan Calisco, dan aan de buitenkant Intouchable. Koers op maat aan de binnenkant voor Icarus Love. En laatste is Napster. Laatste keer in de rechte lijn overzijde. En Hiltje gaat er eens even goed voor zitten nu. Met Iris de Liton. Iris de Liton, anderhalf, twee lengte voorsprong. Davy Magique komt ietsje dichterbij. Hindi Heikant loopt het gaatje ook half dicht. En zo gaan we weg naar de laatste bocht. Zelfde leider. Iris de Liton. Iris de Liton. Hindi Heikant vlak daarachter nu. Davy Magique ligt derde. Calisco vierde. En Intouchable vijfde. En zo gaan ze de laatste bocht in. Davy Magique komt ietsje dichterbij. Maar de koploper gaat nog altijd sterk. En we zijn inmiddels halverwege de laatste bocht. Het is Iris de Liton die leidt. Hindi Heikant ligt weer tweede aan de binnenkant. Davy Magique derde. Binnendoor komt naar voren Icarus Love. En zo gaan ze de laatste bocht door. Komen ze de laatste rechte lijn in. En het is nog altijd Iris de Liton die leidt. Hindi Heikant gaat de ruimte nu op zoek aan de buitenkant en gaat de aanval openen. Het is aan de binnenkant Iris de Liton. Hindi Heikant gaat het op speed proberen. Iris de Liton. Hindi Heikant komt ietsje dichterbij. Iris de Liton. Hindi Heikant. En Iris de Liton gaat hem winnen. Voor Hindi Heikant. En op de derde plaats heel mooi. Icarus Love komt binnendoor. Wordt derde. Vierde plek is voor Davy Magique.